Dag dames en heren van N1. Quint hier met een nieuwe unboxing video. Dit keer hebben we de Wii U voor je nadat we al eerder de 3DS uitpakten. En u vraagt je wellicht af, waarom plaatsen jullie in hemelsnaam nog een unboxing video als die al talloze op internet te vinden zijn? Nou, de reden daarvoor is eigenlijk vrij simpel, omdat jullie ernaar vroegen. En daarnaast hebben we natuurlijk vette muziek op de achtergrond die andere websites niet hadden. En is mijn hoofd niet in beeld, maar hebben wij een Darunia knuffel. Juist, dus let's get to it. De Wii U. We hebben het premium pack hebben we gekregen. Zoals jullie wellicht al weten zijn er vanaf 30 november drie verschillende pakketten op de markt in Europa. Het basic pakket, het premium pakket en het zombie U pakket. Het premium pakket geeft in feite het meeste waar voor zijn geld. Want voor een adviesprijs van ongeveer €350 krijg je niet alleen de Wii U, krijg je ook een Wii U gamepad. En deze twee dingen zitten ook in het basic pakket. Echter, in het premium pakket heb je 32 GB, in het basic pakket heb je 8 GB. Daarnaast, als extra's, bij het premium pakket. Een stand voor de Wii U gamepad, een houder voor de Wii U gamepad, een houder voor de Wii U, een HDMI kabel en een game. En ja, de game is meteen een groot vreemd punt eigenlijk. Je ziet hier een game met een doosje. Wat kregen wij? Een game zonder doosje. En nu vraag je wellicht af, zit dat ook in de retail versie zo? Als je kijkt naar de zijkant van de doos, zou je denken van niet. Want op deze kleine lettertje staat namelijk dat er een Wii U disc bij zit van Nintendo Land en geen doosje. Maar de vraag is wat waar is, want aan deze kant zou je denken dat er wel een doosje bij zit. We hebben het aan Nintendo Benelux gevraagd, die heeft nog niet geantwoord. Zodra we het weten, laten we het zeker weten aan jullie. Maar wij moesten het doen met dit doosje. Die zat overigens niet in de Wii U doos, maar die kregen we er los bij. Want de Wii U doos heb ik simpelweg nog niet opengemaakt. Dat gaat dus nu gebeuren. Jullie zijn bij deze getuigen van de opening van de eerste keer van onze Wii U. Overigens, het Zombie U pakket is hetzelfde als het premium pakket. Maar die heeft dan in plaats van Nintendo Land Zombie U en een extra Wii U Pro controller. Maar daar betaal je dan ook €50 meer voor doorgaans. Het basic pakket is €50 minder. Oké, ik heb geen witte handschoentjes nodig. Die onzin allemaal. Ik doe hem gewoon zo open, hartstikke idee. Haha, maar wel verkeerd om. De helft valt er al uit. Kan gebeuren jongens, eerste keer. Oké. Instructieboekjes. Nou ja, net als bij de 3DS het geval was. Hatsjikide. Niet interessant, weten we natuurlijk allemaal al. Nou. Hier. Eens even kijken. Dit ziet eruit als de Wii U. Shiny, shiny, shiny. Magische muziek op de achtergrond. Ik hoop dat dit een beetje te horen is. Degene die alle nummertjes overigens in deze unboxing video herkennen. Props. Echte diehard Nintendo fans natuurlijk. Die weten het wel. Maar goed, de plastic randjes. Ik weet ook niet waarom dit een trend is. Het is vrij vervelend om het allemaal eraf te halen. Maar goed, het zal wel moeten. De Wii U. Shiny. Redelijk lang. Ach, gelijk vette vingers erop. Zonde eigenlijk, hè? Goed, de achterkant van de Wii U. Wat zien we hier? De ingang voor de AC-adapter. De sensorbar. De sensorbar zit er alleen maar bij geleverd in het Wii U premium pakket. En het lijkt erop dat vooralsnog alleen maar Wii games hier gebruik van zullen maken. Wii U games, daar is het nog niet voor bevestigd. AV multi-out. Dus je kunt je Wii U nog steeds aansluiten met een AV-kabel. Alleen deze is niet bijgeleverd. Die zul je dus bijvoorbeeld van je Wii moeten gebruiken, wil je hem daarmee aansluiten. En HDMI. HDMI is natuurlijk voor het beste beeldkwaliteit. Er zit ook een HDMI kabel bijgeleverd bij dit pakket. Die zit denk ik hier. Juist. Iwata zei, goeie deal. Neem een HDMI kabel erbij, want die kringen die zijn meestal heel duur. Valt reuze mee, een HDMI kabel heb je al vanaf €2 bij de Action. Maar goed, leuk dat hij erbij zit. Ik geloof dat die Nintendo branded is ook nog. Ja, kijk eens aan. Nintendo staat erop. Nou, voor de echte fans. Een HDMI-kabel van Nintendo, leuk. Maar goed, hier heb je dus de Wii U. Verder niet zo heel interessant natuurlijk. Oh, de voorkant ook nog even. Kijk er eens. Sync-knop voor de controller waarschijnlijk. Power-knop, eject-knop. Hierachter. Twee extra USB-poorten en een SD-ingang.
En hier de gleuf voor de games, voor zowel de Wii U games als de Wii games. Aan de achterkant had je overigens ook nog twee USB-poorten, dus randapparatuur kan er zonder enige moeite op worden aangesloten. Maar hetgeen waar de Wii U natuurlijk volledig om draait, is deze jongen hier. De Wii U Gamepad. Tadaa! Kijk, en we kregen de vraag, voelt hij nou aan als een echt robuuste controller? Nou, we hebben er al eerder mee gespeeld natuurlijk. En kan gezegd worden, ja, hij voelt echt aan als een robuuste controller. Het is geen simpel plastic. Hij voelt wel een stuk lichter dan ik in eerste instantie had verwacht. Maar hij voelt toch robuust en het glimmende is wellicht wat lastig om mee om te gaan. Omdat het echt vingerafdrukken zie je redelijk simpel. En het kan een beetje gimmicky aanvoelen daardoor, maar de ligging in je hand is echt heel erg lekker. En hij voelt gewoon prima. Het is echt een nieuwe controller die een heleboel extra's met zich meebrengt. En daar zul je later ook nog wel lezen in de review van Nintendoland die binnenkort zal verschijnen. Dat het ook echt een enorme toevoegende waarde heeft. Dus ja, de Wii U Gamepad. Vooralsnog zit er nog maar één bij. Later komen eventueel games die twee Wii U Gamepads zullen ondersteunen. Maar de Wii U Gamepad is vooralsnog niet in Europa los te koop. En naar verwachting zal die ongeveer, nou wat zal het zijn, €120 kost die geloof ik in Japan. Dus in Europa zal het ook in die trend zijn. Nou goed, we hebben nu de Wii U Gamepad en de Wii U console uitgepakt. Twee belangrijkste dingen. Wat hebben we verder nog? De adapter, uiteraard, om de Wii U mee kunnen op te laden. We hebben de, eens even kijken. Volgens mij is dit oplaadkabel voor de Wii U Gamepad. We kregen ook de vraag, kun je met de Wii U Gamepad spelen terwijl je aan het opladen bent? Ja, dat kan. De Wii U gaat ongeveer 3 tot 5, of de Wii U Gamepad gaat 3 tot 5 uur mee, zonder dat hij in het stroom zit. Je kunt hem daarna binnen 2,5 uur weer volledig opladen. En dat kun je eventueel ook doen terwijl je met de Wii U Gamepad aan het spelen bent. Nou, wat heb je verder voor extra's? Je hebt hier een stand. Dat ga ik allemaal niet uitproberen, want het valt toch allemaal om. Dit is geloof ik de stand voor de Wii U Gamepad. Dan heb je hier nog een oplaadstation voor de Wii U Gamepad. Hier kun je hem inzetten en dan kun je hem opladen terwijl hij zo chic staat, net als het oplaadstation voor de Nintendo 3DS. Ik vind dat persoonlijk heel erg handig. Ik maak er ontzettend veel gebruik van. En mocht je batterij van de Wii U Gamepad nou op den duur een stuk zwakker zijn geworden, dan kun je hem eventueel vervangen. Nintendo heeft aangekondigd dat de batterij hier vervangbaar is. Ik zou zelf niet, ja, ik denk dat hij hier achter zit logischerwijs en dat je hem dan open zult moeten schroeven. En er worden Nintendo batterijen worden geleverd, dus wat dat betreft kun je het allemaal officieel houden. En we hebben nog de sensorbalk die erin zit voor de Wii games. En dan hebben we het volgens mij al gehad. Oh nee, of hebben we de, huh? Ja, deze heb ik al gehad. Ik zoek nog de twee kleine, hier is die. Deze twee houdertjes kun je gebruiken om je Wii U rechtop in te zetten. Nou, ik geloof dat we het hiermee allemaal hebben gehad. Nogmaals, de Wii U en de Gamepad. Wij gaan er volop mee aan de slag, zodat we jullie zo snel mogelijk alle ins en outs kunnen geven van de Wii U. We mogen helaas geen beeldmateriaal laten zien van wanneer de Wii U aanstaat, ook niet van de Wii U Gamepad, want we zitten vol met embargo's wat dat betreft. Maar op 30 november gaan we daar helemaal mee los en we zorgen ervoor dat we alles al hebben klaargestaan, zodat je op 30 november gelijk kunt zien of het allemaal de moeite waard is. En uiteraard, als er in de tussentijd daar iets over bekend wordt, dan melden we het ook op de website. Oh, voor de laatste keer nog even de Nintendoland disc erbij. En ter afsluiting, een boze Daronia. Mensen, bedankt voor het kijken en wellicht tot snel wanneer we weer eventueel nieuwe video's opnemen met onze Wii U. En dag hoor!